En we zijn weer live en speciaal voor onze herhalingskijker die dus in de herhaling kijken. Leuk dat je dit nog een keer kijkt. We staan hier vlak bij de stad, Groningen. En wij maken hier een filmpje in het kader van de Week van Ons Water. In het hele land zijn allerlei leuke activiteiten om ons water te beleven. En wij nemen onze kijkers mee langs activiteiten van het waterschap om voor waterveiligheid te zorgen. En hier sta ik met Gerard Zeemans. Hi, zegt iemand. Oh, nou, gegroet. Welkom bij deze uitzending. Wat doe jij aan waterveiligheid, Gerard? Ja, wat doe ik aan waterveiligheid? Ik mag namens het waterschap mag ik allemaal gebieden inrichten, zoals deze bijvoorbeeld onlanden, om daar water in te bergen. Maar dan met name natuurgebieden, maar soms ook wel landbouwgebieden. Waterbergen? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, waterbergen. Eigenlijk bedoel ik daarmee dat we water kunnen vasthouden op het moment dat we er eigenlijk te veel van hebben. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus... Oké, het is een beetje zoals nu dat het veel regent. Nou, niet echt. Moet het dan iets harder regenen? Dan moeten we nogal wat meer hebben. Maar als het echt nodig is, dan kunnen we bijvoorbeeld in dit gebied 7 miljoen kuub water bergen. En dat is best wel veel. Oké, want waar staan we hier? Ik zal even een klein beetje wat laten zien aan de kijkers. Vertel, waar staan we hier, Gerard? Nou, we staan hier op de fietsbrug over het Peizerdiep. Eigenlijk op de tweedeling van onze waterberging. Rechts van mij het gebied van Staatsbosbeheer. Ja. En links van mij het gebied van natuurmonumenten. En die gebieden samen zijn ongeveer 1700 hectare. Het grootste waterbergingsgebied van Nederland. 1700 hectare, ja. Natuurgebied, ja. Waar we water kunnen opslaan. Ja. Maar waarom moeten we water opslaan? Nou ja, iedereen die weet denk ik wel een beetje dat... De neerslag van tegenwoordig komt vaak in een hele korte periode en heel hevig. En dat betekent dat men zegt dat dat het gevolg is van klimaatverandering. En dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. En om daar voldoende op te anticiperen is er bedacht om polders die hier eerst bemalen werden, om die te ontpolderen en daar waterberging van te maken. Maar onze sloten en rivieren, dat is niet genoeg om dat water op te slaan? Nee. Kijk, wij hebben eigenlijk een boezemsysteem, dat noemen ze dan onze boezemwatergangen, die rechtstreeks naar het gemaal Lammerburen of Electra gaan op Aldeboven. Dat zijn echte facturen. Heel moeilijk. Nou ja, dat boezemsysteem is ongeveer een 700-800 hectare. En, 1600 hectare, sorry. En dat hebben we kunnen verdubbelen met deze waterberging. Dus wat je eigenlijk doet is dat je je oppervlak met een factor 2 hebt vergroot en daarmee het water wat je moet bergen over een veel groter oppervlak kunt bergen. En daardoor heb je minder hoge boezemwaterstanden. Een beetje ingewikkeld verhaal, maar zo nou, zit weet het je, wel in we gaan taal. Het gewoon laten zien, Gerard. We hebben inmiddels 7 kijkers die met ons meekijken. Heel goed. Dus nou, neem ons een stukje mee dit gebied in. Nou, gaan we doen. We lopen even naar een maquette toe. Misschien wordt het dan wat duidelijker. Ja, is goed. Als mensen vragen hebben aan Gerard, stel ze gerust. We zullen ze meteen ter plekke beantwoorden. We zijn hier in de onlanden, vlak bij de stad Groningen. Als we heel stil zijn, dan hoor je zelfs het verkeer van de stad. En hier slaan we water op, want dat is belangrijk om ons veilig te houden voor het water. En Gerard gaat even wat vertellen over hoe dat precies werkt in dit gebied. Ja. Aan de hand van deze kaart. Ja. Okay. Ik zal proberen het een beetje aan te wijzen. Ik weet niet of jullie... Ja, ik ga mee met jouw hand. Okay. Dus zeg het maar. Nou, wij stonden net hier. Dus u staat hier. Dat is deze, op deze plek. Dat is de fietsbrug, ja? Ja, Peizerdiep. En dit is het Peizerdiep. En waar is dan de stad Groningen? De stad Groningen ligt hier. Ja, die kun je hier niet op zien. Dat is Hoogkerk. Maar de stad Groningen ligt hierachter. Dus ja? We zitten eigenlijk... In de achtertuin van de stad? Tegen de stad aan, als uitvalsgebied ook van heel veel stadjes. En wat je op deze kaart eigenlijk ziet is het Leekstermeer, Peizerdiep. En wat we gedaan hebben, een verbinding maken tussen het Peizerdiep en het Leekstermeer. Om het overtollige water vanuit het Peizerdiep eerst in dit gebied van de waterberging te kunnen bergen. Okay. En dat betekent dat we natuurlijk om dit hele gebied heen kaders hebben aangebracht. Oké, ik kreeg net een vraag. Hoeveel water, oh, ik heb hem een heel klein beetje gemist. Hoeveel water kun je hier opslaan voor droge voeten? Nou, de vraag.
Als je de waterberging, dat kun je natuurlijk gewoon uitrekenen, want je weet wat voor waterstanden er nu zijn en hoeveel je er maximaal in kunt hebben. Dan moet je ongeveer uitgaan van 7 tot 7,5 miljoen kub water over 1700 hectare. Ik kan me niet voorstellen hoeveel dat is, Gerard. Nou ja, maar dat een kub is 1000 liter. Dus reken maar uit. Miljoenen liters. Miljoenen. Die kunnen wij samen niet, die kunnen wij niet opdrinken. Oké, okay, nou, lukken. Goed. Dus het is een prachtig mooi uitvalsgebied. Het heeft eigenlijk een hele mooie dubbelfunctie. Aan één kant natuur, want het is allemaal natuur, deze kant. Het is allemaal Staatsbosbeheer, andere kant natuurmonumenten. En daar bergen we water in. Maar daarnaast is het ook een prachtig mooi gebied geworden voor nou, mensen die het landschap willen beleven. We hebben allemaal nieuwe fietspaden aangelegd. Allemaal wandelpaden, uitzichtpunten, belevingspunten. Dus het is ook een gebied wat met name in het weekend, maar ook tijdens de vakantie, heel druk bezocht wordt door mensen die gewoon van de natuur willen genieten. Ja, want je rijdt zo vanuit de stad hier het gebied in. Met ja, de op een fiets is het kan bijna lopen. 10 minuten, dan ben je in dit gebied en dan kun je heerlijk genieten van wat hier allemaal aangelegd is. Nou, prachtig. Ja, ik zie er ook boven staan. Natte natuur voor droge, droge voeten. Voeten. Juist. Dat is een mooie, ja, hele mooie combinatie. Van jouw verhaal. Oké. Okay. Hele mooie combinatie. En je wou nog wat laten zien hier. Ja. Want je had het net over, sorry, je had het net over kades eromheen. Ja. Kunnen we daar hier ook wat van zien? Nou, in ja, het gebied? Of? Ja, het is een beetje lastig, denk ik. Ja, je ziet daar al een begin van een groene kade. Ik zal maar kijken als ik hem wat hoger hou. Misschien moeten we even wat meer naar de stuw toe lopen. Dan kunnen we het laten zien. Ja. Maar even nog terug, misschien naar het plaatje toe. Ja? Wat we dus gedaan hebben, wat ik net zei, het Peizerdiep koppelen met het Leekstermeer. En om dat water richting het Leekstermeer te krijgen, hebben we hier een stuw in het Peizerdiep geplaatst. En staan we eigenlijk vlakbij. Dus die moeten we wel even laten zien. Oké. Okay. Dat gaan we doen. Ik kreeg net nog de vraag, hoeveel zwembaden zijn dat? Nou, we hebben net uitgelegd, hoeveel miljoen kub was het, zei je? 7 miljoen kub. 7 miljoen kub. En in 1 kub zit 1000 liter. Nou, ik weet niet hoeveel liter er in een zwembad heel veel. Zit. Ik weet dus, het ook niet. Zoek dat het op en maak het rekensommetje, zou ik zeggen. Wij lopen naar een stuw hier. Daar zie je dus al een stuk kade hier. Oh ja. Ik zie het. Ik hoop dat de kijkers er ook wat van kunnen zien. Mooi groen, net gemaakt. Misschien zien we het zo ook nog beter als we in de buurt zijn van de stuw. Ik zie er mooi hekwerk om. Kunnen mensen daar ook bij komen of zit die op slot? Nou, dat hekwerk hebben we er eigenlijk vanuit veiligheid omheen gezet. Omdat het toch bewegende delen zijn en je mensen daar beweg moet houden. Je wil er geen benen of vingers tussen. Precies. Dus nou, een hekwerk eromheen, het zit op slot. Goed, oké. Okay. Ik kreeg net nog de vraag of we hier ook bijzondere dieren leven. Ja, hele bijzondere. Wat ik heel erg bijzonder vind is bijvoorbeeld de otter die hier jaren niet gezien is. En sinds dat we hier het gebied hebben ingericht, eigenlijk per direct hier is verschenen. En die doet het enorm goed. En daarnaast, ja, ik ben geen vogeldeskundige, maar is hier sprake van 80 verschillende vogelsoorten. Dat is echt bijzonder. Oké, okay. Ja. Dus een heel belangrijk gebied voor de waterveiligheid, maar ook nog een heel mooi gebied voor de natuur en heel veel mooie bijzondere dieren. Echt vogelgebied, vertelde Gerard net. En de otter is hier gespot. Ja. Ik hoorde dat een muskelzwartbestrijder van ons heeft laatst ook een filmpje gemaakt van de otter die hij hier heeft gezien, hè? Heb je die ook gezien? Nee, niet gezien. Oh ja. Maar we hebben de otter, een paar maanden geleden was dat. We hebben de otter wel gezien met een camera hier onder de provinciale weg. Vaste cameraopstelling. En dan zie je hem er mooi onder. Waar zit die camera dan? Nou, in een duiker of zo? Ja, in een brug. In een brug waar een watergang van ons onderdoor gaat. En daar hebben we speciaal extra ruimte gemaakt om beesten makkelijk te laten passeren. En daar is hij gespot. Staat mooi op het filmpje. Kijk, we krijgen nog een mooie tip van Water Natuurlijk. Dat ze mensen meer kunnen leren over de natuur in de onlanden in www.deonlanden.nl. Nou, mensen hebben het kunnen lezen in beeld. Ik hoop dat ik het goed zeg, de website. Goed, nou, wij zijn bij de stuw aangekomen. Loop mee. Oh ja, hier zie je al zo'n mooie pijlschaal.
Wat is het waterpeil nu, Gerard? Nou, wij moeten aan die kant moeten we 83 minus NAP hanteren. En aan de benedenstroomse kant, aan die kant ja. 93 min. Dus er zit een pijlverschil in van 10 centimeter ongeveer. En hoe is het nu? Wat je hier op het bord in ieder geval kan zien? Nou, je ziet nu, eigenlijk zie je hier 83 min op dit moment. Dus het is eigenlijk, prima op pijl. Dus de stuw die hoeft dan niet open nu? Nee, maar die is geautomatiseerd. Dus die voelt eigenlijk precies aan wat die moet doen. Dus, dus wij hoeven niet meer op een knopje te drukken op het waterschapshuis. Nee, wij kunnen allemaal automatisch. Ja, als we willen kunnen we op een knopje drukken en kunnen we hem naar boven of beneden zetten. We kunnen ook de waterstanden uitlezen. Maar in principe regelt die zichzelf. Super. Dus je kunt hier ook de waterstand zien aan de boezemkant. Die is 93 min. Dus dat is een keurig verschil van 10 centimeter. Nou, mooi. Ja. Dan werkt het goed. Maar ik wil je nog wel even wat bijzonders laten zien. Oh, leuk. Neem me mee. Neem ons mee. Er zijn nog 9 kijkers die live meekijken. Misschien ook nog een aantal die via de computer meekijken. Wat zien we hier? Nou, misschien is het wel leuk om dit even te laten zien. We hebben in deze constructie ook een vispassage gemaakt. Oké, ja, ik zie hier water uitstromen. Ja, dat noemen wij een lokstroom. Oké, en wat doet een lokstroom? Nou, zoals je ziet, die lokstroom die loopt voor de stuw langs. En als de vissen benedenstrooms naar bovenstrooms willen, ze komen een barrière tegen, dan kunnen ze niet verder. Maar als ze in de lokstroom komen, dan weten ze, hé, daar is een opening, daar kunnen we doorheen. Ah, oké, ja. Dus dan gaan ze daar ook in? Dan zwemmen ze daarin en dan kunnen ze via een bak. Ze gaan via dat gat van de lokstroom, yes. Zeg maar. Kunnen ze hier, onder zit een constructie met een aantal verschillende compartimenten. Oh, ik weet niet of dit goed te zien is, maar anders dan horen we het wel van onze lieve kijkers. dat denk ik niet, maar dat betekent eigenlijk dat dat pijlverschil van die 10 centimeter wordt in deze bakken overbrugd. Dus de vissen die hierin zwemmen kunnen via deze bak naar boven zwemmen, want hier zit weer een opening. Oh ja, dus dan kunnen ze dus eigenlijk de stuw langs de stuw. Precies. Hey, ik kreeg net nog een vraag, waarom dat pijlverschil van die 10 centimeter? Nou ja, dat is een heel lang verhaal, maar om het kort samen te vatten, daar is heel veel op gestudeerd en uiteindelijk hebben bestuurders daar een besluit over genomen, zo moet het ingericht worden. En dat heeft natuurlijk met verschillende zaken te maken, dat heeft met natuur te maken, maar dat heeft ook met het waterbergend vermogen te maken. En uiteindelijk hebben ze in alle wijsheid beslist dat dit een waterstand moest worden bovenstroom van 83 min. Goed, maar dan wegen ze dus allerlei belangen af, tegen elkaar af van in dat gebied is dat waterpeil belangrijk gezien al deze belangen en in dat gebied is dat peil belangrijk. Ja, klopt. Dat is een heel proces denk ik, of niet? Nou ja, de bestuurscommissie is hier, want er is een club mensen, bestuurders, is hiermee aan de gang gegaan. Die is in 2007 is die daarmee, eigenlijk al eerder. Oh, je hebt dit gebied niet in je eentje ingericht, dat dacht ik even, dat zei je net, maar. Ik zal het heel proberen kort samen te vatten, maar in 2005, 2006 is er een bestuurscommissie gekomen met allerlei belangrijke mensen van het waterschap, provincie en gemeentes en noem maar op. Ja. En die zijn met die plannen begonnen uit te werken samen met DLG, nu ProLander. Daar zijn plannen voor gemaakt. Die bestuurders hebben daar keuzes in gemaakt. En uiteindelijk hebben ze in 2006, 2007 het plan vastgesteld. En zijn we met de uitvoering begonnen in 2007. Okay. En in 2012 was alles klaar. Dus in januari 2012 hebben we het gebied ook al ingezet voor de waterberging. En toen heeft het zijn dienst. Oh, dat bewezen. Was een spannende situatie, geloof ik, yes. Of niet? Kan je daar iets over vertellen, over wat je zelf op dat moment Nou, weet je, wij hadden het gebied nog niet helemaal ingericht. We waren voor 80% klaar. Ja, wacht even, misschien moeten de kijkers heel even meenemen. In januari 2012 hadden we een hele heftige regenval hier, hè? Ja. Misschien ook in de rest van Nederland, maar hier hadden we daar echt problemen mee. Ja. En dus toen hadden we dit gebied hard nodig om al dat regenwater op te slaan. Maar precies. Het gebied was net klaar? Nou, nog niet helemaal klaar. Misschien kan iedereen zich nog wel vanuit het nieuws herinneren. Talbot de Petten, de ontruiming en al gedoe eromheen. En toen hebben wij de opdracht gekregen van ons bestuur van de onlanden moet ook ingezet worden. Nou, die was al deels ingezet, maar een aantal stukken waren nog niet helemaal klaar. Dus daar hebben we tijdelijk wat noodmaatregelen genomen. En binnen 2 dagen kon dat gebied ook ingezet worden. En dat heeft er uiteindelijk mede toegeleid
dat er in de Talbot te Petten dat dat allemaal goed is afgelopen. Okay. Dus het heeft toen ook al zijn functie gelukkig bewezen. Goed, ik geef de mensen nog even een heel mooi vergezicht, hoe prachtig het hier is. Je ziet ook nog van die gele ballen hier liggen. Misschien denken mensen, wat is dat nou? Nou, dat is speciaal voor kanoers. Die mogen natuurlijk niet te dicht bij die stuw komen, dat is gevaarlijk. Dus ze worden eigenlijk naar de kant toe gedreven en dan kunnen ze met de kano eruit. En aan de andere kant van de stuw kunnen ze weer met de kano erin. Dan kunnen ze de stuw oversteken. Yes. Dan komen ze niet per ongeluk in de stuw door de stroming. Ja, klopt. Klopt. Oké. Okay. Nou, het is prachtig hier. Het is een beetje regenachtig, het is een beetje grauw, maar ik ben hier zelf ook wel eens op een mooie zomer- of lentedag geweest. Heerlijk, prachtig om hier te fietsen, te wandelen. Goed, zijn er nog vragen van kijkers? Stel ze, want we gaan zo afronden. Ik heb zo in ieder geval nog een laatste vraag voor Gerard. Ik kan heel even mensen de gelegenheid geven met dit mooie uitzicht om nog wat in te tikken. Hier hebben we de stuw nog een keer. Hier hebben we... Oh kijk, daar komt inderdaad nog een vraag. Wat was er gebeurd als jullie de berging nog niet hadden kunnen inzetten in 2012? Ja, dan had toch misschien een polder onder water gezet moeten worden. En misschien was dat in dat geval wel de Talbot te Petten geweest. Maar die was dan vanwege een calamiteit onder water gelopen. Maar goed, dan hadden we toch een probleem gehad. Ja. En wat dat precies... Maar een polder waar dus ook mensen wonen. Juist. En nou ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig en problematisch. En voor mensen natuurlijk ook heel erg vervelend. Om nou precies te zeggen wat was er niet gebeurd, dat vind ik lastig. Misschien hadden we dan ook wel andere keuzes gemaakt en andere gebieden onder water moeten zetten. Okay. Maar goed, gelukkig is dat niet gebeurd. We waren heel blij dat we dit gebied konden benutten. Nou ja, iedereen was er hartstikke blij mee. Want uiteindelijk kon iedereen gelukkig blijven zitten waar hij zat. En dan hoefde er verder niks te gebeuren. Dus gelukkig. Prima. Ja, oké. Ga ik jou nog even een laatste vraag stellen. Wat zou je de kijkers mee willen geven wat ze zelf kunnen doen om zorg voor waterveiligheid in Nederland? Of in Groningen, maar... Ja, hele... Ja. Ik denk altijd dan maar even aan mijn eigen achtertuintje. Iedereen probeert altijd die tuin en dat terras zo mooi mogelijk te maken. Zoveel mogelijk tegels erin, grind erin, noem allemaal maar op. Eigenlijk zou ik zeggen, ja... Probeer zoveel mogelijk groen te maken, vooral in die steden. Want ja, als het water valt en het valt op beton of tegels of asfalt, dan moet het direct weg. En eigenlijk moet je het even de tijd geven om in de ondergrond te trekken. En dan heb je dus ook een minder snelle vloedgolf, om het zo maar te zeggen. Oké, dus jouw oproep zou zijn, tegel erin. Tegel eruit, groen plant erin. Plant erin, groen erin. Heel ja, goed. Nou, je krijgt hier heel veel positieve reacties op, Gerard. Ik zie allemaal hartjes verschijnen. Oh, de mensen waarderen jouw advies. Mijn dag kan niet meer gevoerd. Nou, superleuk dat je ons even mee wilde nemen in dit prachtige natuurgebied. Zo vlakbij de stad Groningen. Wat ook heel belangrijk is voor het opslaan van water. Houden wij allemaal droge voeten en... voorkomen we dat we al te veel last hebben van het water. Zo is. Maar dat we er lekker van kunnen genieten. Ja, absoluut. Nou, super bedankt. Graag gedaan. En straks om 4:00 zijn wij weer terug. Dan komen we live vanaf de Eemskanaalkade. Ik ben dan op pad met Bert-Jan Pol. En die gaat wat vertellen over de dijkversterkingen in Groningen. Goed, tot vanmiddag.